Nu eerst de meest prangende vraag is, die farmaceutische bedrijven geven die kerstbomen weg. Ja. Dat vind jij een prangend voorbeeld van de ernst van de situatie. Een ludiek voorbeeld. Nou ja, maar dan ga je daar toch niet mee beginnen. Je noemt drie dingen op waarvan ik denk als onnozele kijker, wat, ze mogen gratis kerstbomen ophalen. Jezus, die ding kost 20 gulden. Waar heb je het over? Er is niemand op ingegaan, begreep ik, maar ik zie dat zo raar. Ja, dat is dus helemaal niks. Een kerstboom, dat is van de orde. En dat reisbureau vind je ook niks? De orde van, nee, vind ik ook niks. Nee? Nee, dan moet je bedragen erbij noemen. Als ze gaan skiën in Zwitserland, 14 dagen worden vrijgehouden met dat smoesje dat ze daar waren bijgepraat, dat is iets materieels. Maar toch niet het eerste voorbeeld, ze mogen kerstbomen ophalen. Dat is toch... Ja, ik vind het de platheid gewoon aangeven van... Ja, maar zeg het dan op een komische, ironische manier. Nou, maar je zegt ook wat echt van... Was het de bedoeling, maar je hebt wel gelijk. Ik heb hier een ernstig maatschappelijk probleem met de kop van corruptie. Ze mogen kerstbomen ophalen. Dat is van de categorie flesjes wijn. Ja. Terwijl we een hele aangeven, trist voorbeelden hebben van... Wat er niet met een kerstboom. Ik denk, maar voor het debat is zo heel relevant. Het was de opening van je verhaal. Ja,